Welkom bij My Advertising Pace. We hebben net een update gehad, vandaar dat ik nu een nieuwe video maak. Dit is de homepage van My Advertising Pace en het programma is in Engels, maar voor de verdiensten maakt het niet uit, want het is echt super simpel. In de e-mail die jullie hebben gehad, er staat bij aanmelden en als je op die knop aanmelden klikt, dan kom je uit bij het registratieformulier. 3/11/22 is mijn ID in mijn advertising page en als ik jouw sponsor ben, dan zal ik je helpen als er vragen zijn van welke aard dan ook om het op te lossen. Maar het programma is erg eenvoudig en spreekt eigenlijk voor zich. Alle gegevens invullen, de hokjes even aanvinken. Ze vragen gelijk nogal wat, maar je registreert ook helemaal gratis en je start je verdienst ook helemaal gratis op. Dus het is zeker de moeite waard om hiermee te beginnen. En zoals ik in het inlogscherm voor naam en e-mailadres zei, met 10 minuten per dag geld verdienen. Het kan dus echt, want het werk wat we doen in My Advertising Pace, ik ben hier ingelogd, dan kom ik uit in de back office. Het werk wat we doen iedere dag, dat is 10 advertenties bekijken. Ik heb vandaag al 9 advertenties bekeken. En meestal doe ik dan na 2 uur, en dat is rond 6 uur op het moment geloof ik, de laatste advertentie bekijken en dan springt die weer op 24 uur. Zodoende doe ik altijd zeg maar rond dezelfde tijd die laatste advertentie bekijken. Maar ik zal even nu van de tijd afwijken. Ik weet niet wat ik dan precies ga doen of dat hij al meteen mijn tijd reset. Maar dat maakt dan ook niks uit. Traffic Exchange heet dat. En dan kom je in het reclamescherm als het ware, waar we met z'n allen advertenties inzetten. We hebben inmiddels meer dan 260.000 leden. Je kan hier op klikken en als het iets is voor je, dan kan je er iets mee doen. Maar het advertentieprogramma werkt eenmaal zo. Je moet laten zien, ik ben geen robot. Dan vraagt hij alle plaatjes met een bouwvoertuig. Nou, daar klik je dan op, zeg je oké, verifiëren. En dan kan je de advertentie bekijken. En een advertentie die duurt 10 seconden of 30 seconden. Dit is er eentje van 10 seconden. Dus daar ben je zo mee klaar. Vandaar dat het werk wat je moet doen nooit langer is dan 10 minuten. En of je nou 1 credit pack hebt of 10 of 100 of 200 of 300 credit packs, het blijft 10 advertenties per dag bekijken. Nou, ik heb more ads, want je moet er dus 10 doen, dus dan doe je in principe de volgende. Klik er weer in. Je kan ook echt kijken of er iets tussen zit wat je aanspreekt. Ik klik nou zomaar wat. Afbeeldingen met bergen. Nou, dan werken we die. Ik heb er eentje gemist, nou dan vindt het toch goed. Ik zet even het geluid uit, want ik weet dat daar niet goed overkomt in het opnemen van een video. Nou, dan heb ik al 2 gedaan. Hoe lang heeft het nou geduurd? 30 seconden, want er waren er 2 van 10 en dan nog die controle erdoor. Nou, dit doe ik normaal gesproken op mijn telefoon. Op momenten op de dag dat ik wifi-verbinding heb, of sommige mensen hebben altijd verbinding overal. En dan doe ik dat even tussendoor. Ik kan me voorstellen dat je in de trein zit, dat je het even doet. Of maakt niet uit. Voordat je naar bed gaat of juist dat je opstaat 's morgens. Iedereen doet het op zijn of haar manier. Nou, als ik hierop klik, dan kom ik weer terug in het beginscherm. Je kan alles zien. Ik had het over creditpacks. Een creditpack dat is eigenlijk het advertentietegoed wat je zelf koopt. Kost 50 euro, maar door de verdiensten die je hebt met het kijken naar de 10 advertenties, krijg je 55 euro terug. En van 1 keer lijkt dat niet zoveel, maar even kijken, waar staan mijn creditpacks genoemd? Hier, 348 keer 5 euro winst. Ja, dan wordt het een ander verhaal, want op dit moment
Ik heb alweer een paar nieuwe creditpacks aangeschaft uit de winst. Maar inmiddels alweer $46 opgebouwd. En op dit moment worden de dollars die ik heb lopen omgezet naar euro's. Dus misschien een beetje onbegrijpelijk, maar we gaan met euro's werken. Dus ik moet mijn dollars omzetten naar euro's. Dus ik schaf een pakketje aan, een creditpack, vanuit mijn dollars. En daarna worden het euro's. Dus op het moment, die 348 creditpacks is ongeveer €150 per dag. Dus dat zijn drie nieuwe advertentiepakketjes die ik aanschaf. En daar krijg je dan ook die credit booster punten voor. Je kan dan een advertentie maken zelf. En die vertel ik verder ook in een andere link. Hoe maak je een advertentie en waar haal je eventueel een link vandaan. Maar je kan ook, als je zelf een website of een product hebt, het hier prima in promoten. Je kan het per land instellen. Dus heel erg handig. En als je het simpel houdt, dan doe je gewoon alleen maar creditpacks, advertenties kijken, iets adverteren, probeer iets te verkopen en ja, bouw het op. Je mag van die creditpacks, mag je er 348 hebben, mag je er 1000 hebben, sorry, ik heb er 348. Dus je mag er 1000 hebben van deze. Dan heb je de maximale bereikt. Al wat je daarna meer verdient boven die 1000 creditpacks, dat moet je uit laten betalen. Dan mag je niet meer over gaan zitten. Je mag niet meer 1010 hebben of zo. Dus dan is het gewoon echt uitbetalen. Ja, je kan dus ook, wat ik dus probeer, mensen die interesse hebben om met weinig tijd toch lekker bij te verdienen, aan te melden. En dan heb je in het promotiecentrum heb je daar een speciale link voor. Ik zei straks al 31122 is mijn nummer aan het einde. Nou, als je iemand kent of wilt en je mailt deze URL naartoe, dan komt die onder jou in het programma. Het is zeg maar iedereen die je meldt. Het is niet zeg maar een kerstboom effect van naar beneden, want dat mag niet. Maar dit zijn gewoon van, ja, net als een soort beloningje als je iemand voor het bedrijf weet aan te melden. Want ze willen heel erg groot worden, net als Google. Het gaat niks als over adverteren hier. Ja, en als heel veel mensen daar in zitten, dan heb je eigenlijk een heel sterk programma. En ja, mensen die zijn altijd wel op zoek naar iets. En als ze dat tegenkomen in deze advertenties, dan wordt het gewoon verkocht. Ik heb ook al regelmatig wat verkocht. Of mensen in een ander programma gekregen door het hier te promoten. Dus dat werkt ook nog eens. En heb je een website of zo, kan je ook banners plaatsen. De code staat hieronder. Die kan je gewoon kopiëren. En dan kun je ook weer zien, dan zit er daar jouw link aan. En dan zet je die op een website. En als iemand op klikt en denkt van, hé, dat is een interessant programma. Dan krijg je daar commissie over. Voor iedereen, ja, wat er aan creditpacks aangeschaft wordt, een advertentie te goede, dan krijg je dan wat commissie over. Dus dat kan een tweede extra inkomensstroom worden als je dat op prijs stelt. Dit hoef je niet te doen, het is wel mogelijk. Ja, ze hebben daar verschillende, ze hebben ook zeg maar een soort link die al meteen op een webpagina lijkt, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dat is ook erg handig. En dan zie je ook weer, er zit een nummer aangekoppeld. En dan komt dat bij de persoon uit van wie dat nummer is. In dit geval denk ik dat vanwege het vernieuwen van MAP niet klopt, want hier hoort mijn nummer te staan. Maar er zijn nog wat bugs in het programma. Het is nog beta, het is pas helemaal omgezet. Maar ze maken altijd alles weer netjes in orde, dus dit komt ook goed. Ik doe het al 2 jaar en ik heb er heel erg veel vertrouwen in en ik verdien er ook al heel veel geld mee. Alleen in het begin is het nog niet zoveel, maar door het op te bouwen wordt het steeds meer. Nee, ik zeg al 2 jaar en ja, als je veel creditpacks aanschaft, dan ben je sneller met meer verdiensten bezig. En ja, heb je niet zoveel geld om te beginnen, doe je het rustig aan, dan duurt het wat langer. Maar uiteindelijk maak je winst op winst op winst en komt het allemaal goed. Ja, ik denk dat ik het hier even bij moet laten, want anders wordt de film veel te lang. In een andere film heb ik staan hoe je een advertentie aanmaakt. Kijk daar even naar.
Het is ietsjes veranderd, maar in de basis precies hetzelfde. Dus ik laat die film zoals die is nog even staan. Bedankt voor het kijken en fijn dat jullie lid worden van My Advertising Pays. Ik zal heel even laten zien de membership levels, want ik zeg het is gratis. En dat is ook bij 14 credit packs, dus dat is al aardig wat. Dan mag je één tekstadvertentie maken en dat is helemaal gratis. En dan kan je het ook mooi uitproberen van ja, hoe werkt dat nou? Dan als je dan verder komt als die 14 credit packs, dan heb je een membership level nodig. En dan begin je hier met de nieuwe beginners. En ja, dat kost ook niet veel, want dit bedrag dat betaal je makkelijk uit de winst. Dus ik zou zeggen, begin en groei door naar de 1000 credit packs. Dat is maximaal. En wees niet bang van die maandelijkse dingen, want dat is echt, dat betaal je echt super makkelijk uit de winst. Dus eigenlijk als je het goed bekijkt, de credit packs die je aanschaft is €50. Je krijgt €55 terug met het kijken van 10 advertenties per dag. En vanuit die winst zeg maar, kan je dus met gesloten beurs verder alles doen. Je bent niks kwijt, je verdient alleen maar. Goed, bedankt voor het kijken en leuk als je mee wilt doen.